terug. Maat, jij zegt het al. Luister naar de vrije koptelefoon van mooi. 3, 2. Ja, welkom allemaal. Oh. Ja, welkom allemaal. Ik lig hier tussen de fussen van de catering van OC De Vlieren. Vanuit hier hebben wij 5 dagen Zometeen beginnen we met de finale show. Maar zolang is het nog niet, want ik neem jullie eerst een rondje mee backstage. Hallo Marcel van OC De Vlieren. OC De Vlieren, ja. Ontmoetingscentrum De Vlieren. Ja. Hoe vind je het nou dat hier 5 dagen lang Baronie TV plaatsvindt? Gezellig. Elk jaar weer gezellig, ja. Ja? Elk jaar weer, ja. En wat is nou het hoogtepunt van afgelopen carnaval? Dat zijn gewoon alle dagen. Altijd gezellig. Al die gezellige mensen die hier langskomen. Gezellige pilsken hier aan de bar komen halen. Dus alle artiesten die gezellig even langskomen. Even een handje komen geven. Dat is gewoon altijd gezellig. Dus ja. En jullie bakken ook heel wat bitterballen, hè? Ja, want jullie hebben een sponsor die de bitterballen doet. Oh, ja, dus wij zorgen dat we heel veel bitterballetjes rond laten gaan. Dus. Hoeveel bitterballen zijn er gebakken? Ik dacht iets van 5000 uit mijn hoofd. 5000 bitter. Hebben wij allemaal oplopen eten met z'n allen? Ja, allemaal. Ja, dus. Buikjes zijn gevuld. Ja, als het goed is wel. Dus. Dankjewel. Okay, loop even verder, want dit is de hal waar de mensen altijd binnenkomen. De gasten, hè? De artiesten, de prinsen, de bezoekers. Iedereen komt hier binnen via deze hal. Die komen hier naar binnen en we gaan nu richting de studio. Dat is deze kant op. Dus hier is de bar. Hier kunnen ze lekker een drankje nemen. Voordat de artiesten en de prinsen in de studio terechtkomen, moeten ze eerst door de griem gaan. En de griem, die zitten hier altijd. Het is al opgeruimd. Oh, ze zijn nog een beetje bezig met opruimen. Hier gaan ze lekker in de schmink, krijgen ze een griemetje op, net als ik. Zien we er een stuk frisser en fruitiger uit. Daarna gaan ze naar de studio. En daar gaan we nu naartoe. Kijk, het is al een gezellige drukte. Hier zometeen vindt de finale show plaats. Zitten ze er al een beetje in? Ja hoor. Ja, zitten ze weer erin? Hey. We hebben zin in de finale show. Zeker weten. We hebben hier nog een belangrijk persoon, namelijk Patrick. Patrick, hallo. Hallo. Jij bent de voorzitter van Baronie TV. De voorzitter, ja. En wat houdt die rol nou precies in? Ja, eigenlijk niks. Een beetje bier drinken en zien dat het goed gaat. Zien dat het goed gaat? Ja, fantastisch gaat. Niet te veel bier, hè? Nee, net genoeg. Net de zakken niet vol. Gewoon goed. Goed zo. Gaan we even verder. Hier is een studio. Dus hier vinden alle opnames plaats van onder andere Ben de Wakker. Daarvan is deze tafel. We hebben natuurlijk in de middag is Wat een Huishouden. Dat vindt in die andere hoek plaats. Dat is hier. En hier hebben we natuurlijk het podium waar alle artiesten optreden. We hebben altijd een floor manager ook rondlopen. En jij bent bijvoorbeeld een van de floor managers, hè? Dat zeggen ze, ja. Ja? Ja. En wat is nou de taak van de floor manager? Eigenlijk alles. Wij zorgen dat de show doorgaat. De show doorgaat. Ja, ja. Leuke taak? Ja, drukke taak, maar leuke taak. 2 goede assistenten erbij. Geweldige assistenten dit jaar. Ja, dat gaat geweldig. Gouden team. Goed. Alles is goed gegaan deze carnaval? Natuurlijk. Natuurlijk, wij zijn erbij, hè? Jullie zijn erbij. Jullie zorgen ervoor dat alles goed gaat op de vloer. Hier is studio, lampen hangen er overal voor mooi licht. We gaan even verder. Peter, ook een van onze floor managers, hè Peter? Ja, een van de floor managers, leuk. Ik heb ook gehoord dat jij ook gekroond bent tot Prins Baronie TV. Ja, dat hebben ze gedaan, inderdaad. Nou, was hilarisch. Hartstikke leuk. Ja, was lachen. Leuk. En deze meneer ook, ik zie u hier elke dag staan als kijker. Ja, dat klopt. Ik vind het hier zo gezellig. Ja, het is heel gezellig hier, Baronie TV. Baronie TV, leuk. Ja. Ik vind het fijn dat ik u hier elke dag mag treffen. Ja, dat is heel leuk. Volgend jaar blijven komen, hè? Ja, volgend jaar kom ik weer. Goed zo, leuk. Ja. Dan gaan we door. Even tussen al deze mensen door. Wat een drukte allemaal, maar het is er altijd super gezellig. Dan gaan we door de gangetjes. Hier mogen normaal nooit mensen komen. Maar nu neem ik jullie gewoon gezellig mee. Want alle vrijwilligers moeten natuurlijk ook eten. En dat eten, dat gebeurt hier. Hier krijgen we dus de lekkere maaltijden 's avonds. De broodjes worden gesmeerd. Hier zijn ze even pauze aan het houden. Pauze moet ook gebeuren, hè Mariska? Ja. Ik ga zo nog even in de eindshow wat artiesten aankondigen. Dus eventjes zitten nog. Lekker. Eventjes zitten. Dus hier zitten we altijd lekker te chillen. Pauze te houden. Dan gaan we verder naar de andere kamertjes. Want al die tv-dingetjes moeten natuurlijk ook geproduceerd worden. En dat gebeurt onder andere hier. Hier zit bijvoorbeeld de social media.
en de redactie van de On Tour stukjes. En Cor, jij doet onder andere de social media, hè? Jazeker, jazeker. Het is een beetje leeg nu, maar al onze teams die door de regio's werven, dat vertrekt vanuit hier. Hier plannen we de zaak. En als het even niet tegen zit, dan zijn we allemaal heerlijk bezig met live televisie voor al die kijkers. En natuurlijk heb ik een geweldige redactie hier achter mij zitten. Die ondersteunen ons bij alles wat moet gebeuren. Dus Annieke, ze is echt een kei. Even nog, ja, heel even. Helen, ze is ziek geworden vandaag. Beterschap, meid, je hebt het fantastisch gedaan. Helemaal top. Dank je wel. Helen, als je kijkt, deze is voor jou. En we hebben hier iemand die bijvoorbeeld voor het eerst vrijwilliger is bij Baronie TV. Hoe is dat voor het eerst vrijwilligster? Ja, het is gewoon een supergezellig team en iedereen werkt met heel veel passie aan een heel mooi programma. Dus ik vind dat heel mooi om te zien. Leuk. Welkom bij de vereniging. Dan gaan we weer verder naar het volgende kamertje. Daar mogen wij niet filmen, maar daar zitten de mannen van de MCR. En de MCR staat voor de Master Control Room. En zij houden in principe alle verbindingen in de gaten, zoals het interne netwerk, maar ook naar Breda Nu en YouTube. Een hele belangrijke taak. Jij bent ook wel een belangrijke persoonlijkheid hier, hè? Nee. Vind ik wel. Ja, ik vind, jij, trouwens, alle vrijwilligers zijn wel belangrijk. Ja, dat bedoel ik. Jij. En wat is jouw taak? Wat is jouw belangrijkste taak van Baronie TV? Ik ben een soort van eindverantwoordelijk voor techniek, productie en de programmering. Maar ja, weet je, we hebben een team dit jaar gehad dat uniek is. Zo gaaf, mooie mensen. En ja, ik ben blij, trots op hen. Het is een mooi iets geweest. Ik denk dat de kijkers iets moois hebben staan. Ik hoop het. Ze zitten nu te kijken als het goed is. Ja, ja. We hebben hier nog een heel mooi shot waar we kunnen nemen. Namelijk de studio van bovenaf. Kijk, hier kun je dus van bovenaf de studio in kijken. Dan zie je dus een beetje hoe groot het is. Kijk, ze gaan allemaal even zwaaien. Kijk, daar gaan ze zwaaien. Leuk, ze hebben vertraging, dus ze zien nu pas dat ze moeten zwaaien. Maar dat maakt helemaal niet uit. En nu heb ik jullie natuurlijk eigenlijk niet speciaal, voor jullie ben ik naar boven gekomen. Maar eigenlijk voor twee van onze vrijwilligers. En dit is even een momentje, want die gaan we opzoeken in de regie. En ze weten nog helemaal van niks. Dus het is eigenlijk een verrassing. En een van die twee vrijwilligers is Mitchell. Die staat hier ook. Mitchell, kom er even bij. Ik heb namelijk belangrijk nieuws. Serieus, kom er even bij. Jawel. Want we willen even twee vrijwilligers in het zonnetje zetten. Mitchell, kom erbij. Jij wist het natuurlijk eigenlijk niet. Kom er eens bij. En Bertrand, kom er eens even bij. Jullie gaan er lekker bij zitten. Het is even een momentje. Want deze twee vrijwilligers willen wij extra in het zonnetje zetten. Dat is echt waar, namens heel Baronie TV spreek ik nu. Want jullie hebben zo ongelooflijk hard gewerkt om alles op het gebied van de techniek rond te krijgen dit jaar voor Baronie TV. Jullie hebben echt avonden, nachten, dagen keihard gewerkt. Bloed, zweet en tranen en een hoop elektronica volgens mij. Hebben jullie gewoon meegemaakt, een hoop gedoe rond de techniek. En daarom willen wij namens Baronie TV jullie extra daarvoor bedanken. Want het is echt niet zomaar iets, toch? Nee, het is inderdaad wel een zware opvalling geweest dit jaar. Ja. Maar, ik zag het uitgedrukt, denk ik. Ja, nou laten we het daar maar op houden, inderdaad. Maar uiteindelijk heeft het gelukkig allemaal gewerkt en hebben we gewoon een hele leuke uitzending kunnen maken. Ja. Met het hele techniekteam, hè? Niet alleen wij. Ja, nee, maar ik heb gehoord, jullie zijn wel echt de twee mannen waar echt iedereen op kon steunen de afgelopen tijd, hè? Ja, dan wil ik toch ook even zeker niet vergeten Leon Kok daarbij te noemen. Ja. Echt mijn partner in crime in alles wat met audio te maken heeft. En ja, zo is een hele club natuurlijk met mensen die gewoon ook dag en nacht bezig geweest is. Ja. Dus laat het zeker niet alleen van ons.